Johan Schaap van de Vistaria Schaap. Hoe is het met de haring? Nou goed, dus, dit jaar gaat het een topjaar worden op het harengebied. Want ja, ze zijn natuurlijk, zoals je al gehoord hebt, super vet en mals. Dus dat gaat een feestje worden dit jaar. Zijn ze ook groter? Nee, ze een beetje, in principe zijn ze gewoon dezelfde maat als andere haring. Daar kunnen we natuurlijk wel op inkopen. De een houdt van grotere haring qua inkoop, de andere heeft ze liever iets kleiner. Wij hebben altijd de mooie middenmaat. Waar komt deze haring vandaan? Deze haring die komt uit Denemarken. Dus van Deense vissers? Van de Deense vissers, ja. De Deense vissers die vissen op de haring. En de Hollanders die gaan het al bereiden op de Hollandse wijze. Koop je voor een heel jaar tegelijk in of hoe zit dat? In principe heb je in het begin heb je een paar kleine partijtjes. Dus dan werken een beetje van week tot week. En dan op een gegeven moment, na twee weken, dan komen echt die grote partijen binnen. En dan gaan wij daarvan een mooie partij uitzoeken. En daar kunnen we het hele jaar mee werken. Dus elke viswinkel zoekt zijn eigen partij uit? Juist, ja. Want de een die houdt van een beetje melsharing, de andere heeft ze liever iets steviger. In het zuiden hebben ze liever wat kleiner en wat zachter. Dus daar is heel veel verschil in, smaakverschil. Proef je die voor de tijd dan? Ja, wij proeven die voor de tijd, ja. En wij weten voor hier in het oosten wat onze klanten eigenlijk graag willen en lekker vinden. En dat is? Een lekkere melsharing met een lekkere stevige bite. Ik hoorde van José dat er nog een nieuwtje was. Een nieuwtje? Ja, we hebben een groot nieuwtje, hè? Want we zijn gisteren in Scheveningen geweest. En daar hebben we het eerste vaartje haring met de vishandelvereniging en het landelijke VNV hebben we dan naartoe kunnen halen. En dat heeft maar liefst een bedrag opgebracht van 113.500 voor stichting Ambulancewens. Dus dat was top. Ja. Geweldig. Ja, het was geweldig. Het was een prachtige dag gehad gisteren. Mooi weer en op Scheveningen een hele zaal vol. En nou goed, ook wij mochten meebieden, dus we hebben ook een paar biedingen gedaan. Dus nou, het was echt super. Wie heeft het hoogste bod gedaan? Ja, in principe het VNV, want die bleef maar bieden. En dan, ja, goed, dan wordt het eigenlijk op Amerikaanse wijze wordt natuurlijk alles bij elkaar opgeteld. En dan degene die eigenlijk het meeste biedingen gedaan heeft, daar gaat dan het vaatje haring naartoe. José en Auke, mijn schoonzoon, die is erbij gekomen met januari. José zat al in de zaak en Auke is er dan erbij gekomen. Een nieuw gezicht van de Vistaria. En ik zelf ga een stapje terug doen. En dan een klein beetje van pensioen vast genieten. Dat is de beste manier. Dat dacht ik toch? Ja, op tijd genieten. Maar in principe moet je elke dag genieten. Ja, dat gun ik ook. Dus. Maar wanneer is dat gebeurd, dat José de boel heeft overgenomen, zeg maar? Ja, in principe per 1 januari is het, heb ik het eigenlijk dat ik gezegd heb van ik geef het stokje over. En ik ga nog 2 dagen mee en mijn vrouw die gaat nog 1 dag mee. Dus dan kunnen we nog een klein beetje, voor de klandizie is het ook wel prettig. Dat de mensen dan nog het vertrouwde gezicht ook zien. En op die manier kunnen we het langzaam overgeven. Prima, maar ik zie José ook graag hoor, ziet er goed uit. Ja, dacht ik toch, mooie dochter. Zijn we trots op.